Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 25 mei en ik ga voor jullie weer een nieuwe weekvlog beginnen. Ik heb er super veel zin in en het is vandaag ook lekker weer, dus dat begint gelijk goed. Ik heb nu wel online les, daar ben ik nu mee bezig. Ik heb het geluid even zacht gezet. Maar dan moet ik dus nu eventjes gaan kijken. Dus ik dacht, ik begin de vlog wel even, maar dan zien jullie mij zo meteen na deze online les. Ik heb dus mijn eerste les net gehad. En we kregen dus net een mail. Want ik volg dus het kunsttraject. En we moeten dus nu een audiowandeling gaan doen. Het is echt mega last minute. En ik hou daar dus echt niet van. Dus we moeten zo meteen oortjes in doen. Dan krijgen we een half uur een soort spraakmemo te horen. En dan moeten we gaan lopen, foto's maken. Allemaal dat soort dingen. Dus ja, ik moet echt even gaan kijken hoe ik dat ga doen. Oké, ik had net de opdracht, wilde ik uitleggen, maar toen was het echt een beetje snel. Ik volg dus het kunsttraject naast de PABO gewoon. En op maandag hebben we dat altijd en nu is dat natuurlijk online. En we krijgen soms best wel een beetje random opdracht, dat je niet weet van wat moet ik hier nou mee? Of je moet echt heel erg creatief zijn. En ik dacht, het is wel leuk om deze opdracht even met jullie te delen. Een uur geleden kregen wij een mail. En daarin zat een SoundCloud opname, noem je dat zo? Denk het wel. En die duurt dus een half uur en het heet een audiowandeling. En die gaan we dus nu een soort van beluisteren. Je moest om 1 uur 15 minuten van je huis weglopen. Ik loop nu richting het bos, want ik dacht dat is wel leuk. En dan moet je dus op de terugweg. Ja, om 1:15 moeten we allemaal tegelijk die audio-opname aanzetten. Dus met de hele klas tegelijk, gewoon je oortjes in. En dan loop je naar huis en ondertussen krijg je dus opdrachten. En ik ben heel erg benieuwd wat voor een opdracht. Ik moest een paar spullen meenemen, die heb ik hier. En ja, ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Ik vind het leuk bedacht. Het is wel een beetje zweverig. Maar ik moest bijvoorbeeld potloden en een stukje textiel en zo meenemen. Dus ik ben benieuwd wat ze daarmee gaan doen. En ik loop dus nu naar de locatie toe. Oké, ik heb dus nu een kwartier gelopen en ik kom uit bij dit bos. En ik ga dus nu dit aanzetten en dan ga ik luisteren wat de bedoeling is. Inmiddels al een hele tijd later. Ik moest een pakketje ophalen voor retouren. Ik heb natuurlijk school gehad. Ik moest even naar mijn vader toe. En ik moest net nog heel snel even iets maken voor school. Want het gaat dan allemaal een beetje. Is gewoon allemaal een beetje veel. Het is niet veel, maar gewoon sommige dingen mis ik of zo. Dan denk ik, oh ja, dit moest ik ook nog maken. Maar maakt niet uit, het is allemaal weer geregeld. Morgen heb ik stage. Daarvoor moet ik ook nog even wat dingen doen. Gelukkig hoef ik deze week niet zoveel te werken, want ik heb het hele weekend al gewerkt. Ik heb mijn vlog online gezet, dus dat is helemaal prima. En ik ga voor de rest niet heel veel bijzonders doen. Ja, ik ga voor de rest eigenlijk niet zoveel bijzondere dingen doen. Ik moet zo meteen alleen even mijn stage regelen, dat dat helemaal klaar is voor morgen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en het is heel vroeg, want ik moet zo meteen naar stage toe. Ik heb ook niet zo heel lang de tijd om te filmen. Ik moet nog even ontbijten en dan heb ik dus de hele dag stage. Ik moet op zich best wel veel lessen geven. En ik ben heel erg benieuwd. Ik moet ook een Engels les geven. Mensen die mij goed kennen weten hoe erg ik dit haat. Ik ga denk ik mijn haar toch even opnieuw doen. Oh, ik weet laatst echt niet wat ik met mijn haar moet. Ik ga even ontbijten en dan zien jullie mij weer na stage.
Ik ben net terug uit stage en het ging wel prima. Ik val bijna gelijk van de trap. Oké, mijn camera was niet scherp, maar ik kom net terug van stage en het ging super goed. Nou ja, een paar lessen. Ik moest ook een les in het Engels geven. Die ging ietsje minder. En Julian is ook thuis en we gaan samen even lekker een ijsje halen bij de Mac. En we gaan even naar de Sligro, want we moesten even wat boodschappen doen. Dus dat gaan we nu doen. Maar volgens mij hebben ze alleen McFlurry's, geen ijskoffies. Ja, klopt. Maar maakt niet uit, toch? Nou, kom, dan gaan we nu, want anders hebben we geen trek meer. Dus wij gaan even naar de Sligro rijden. Kom je? Wat vind je van het liedje? Kut. Echt? Oh. Oh, je doet gelijk ook een ander. Ik ga dit. Ja, ik weet het zelf. Sommige beslissingen die maak ik te snel. En nu gaan we. Dit was al het intro liedje van mijn vlog. Weet je dat nog? Oké, ik keek naar je vlog. En jij? Snickers. Snickers. Hoi, ik wil graag een McFlurry Snickers. En... Ja, maar nog saus hè? Geen saus alsjeblieft. Ja. En een McFlurry Caramel Zeezout. Doorrijden. Ja, is goed, dankjewel. €6,10. Maar een beetje soft ijs met dat M&M's erin. Ja, het is wel, ja, het is wel duur. Ja, het is wel duur hoor. Een ijskoffie is nog goedkoper, toch? Nee. Twee ijskoffies is voor mij 7,30 of zo. Oh, ik wil echt een ijskoffie, maar die hebben ze niet meer. Het is vandaag woensdag en ik heb vanochtend al lekker geskilerd. En ik heb net even gedoucht, maar haar is nog een beetje nat. Het krult een beetje. Wat ik ga doen, ik ga even een broodje eten. Ik moet zo meteen een... Ik moet zo meteen even een pakketje terugbrengen. Daarna ga ik heel even een vriendinnetje van mij helpen voor stage. En ik moet zelf ook nog echt dingen aan mijn stage gaan doen. Het is echt lekker weer, maar ik heb het gewoon veel te druk met school. Ik moet ook nog echt wat eten, want het is inmiddels alweer 1 uur bijna. Dus dat. Dus ik ga nu even wat eten maken. Jeetje, mijn haar. En onder het eten ga ik even de Bachelorette kijken. Dus daar heb ik ook wel zin in. Dus ja, dat ga ik nu even doen. Denise was net hier en we hebben het afgemaakt. Ik heb niks gefilmd, want het stond namelijk op mijn camera. Dus ik had het even nodig. Ik ga nu naar mijn vader toe en dan gaan we mijn auto wassen. En schoonmaken. Nou, daar hebben we zin in. Dus ja, en daarna moet ik echt aan stage. Maar ik ben het de hele tijd aan het uitstellen. Dan heb ik rode wangen. Jeetje, helemaal vlekken. Nou ja, maakt niet uit. Ik ga zo mijn auto wassen. Dit is before. Ik hoop dat je het een beetje goed ziet. En hierna film ik de after. Het is niet super hard nodig, maar ja. Oké, de auto is gewassen. Volgens mij heb ik geen beeld meer gefilmd dat mijn auto schoon was. Maar we zien in ieder geval heel erg schoon. En ik had dus een pakketje van Decennio gekregen. Met heel veel leuke posters. Maar die komen dus nog in een video. Maar dat is pas in juli ergens. Ik zal ze wel eventjes laten zien snel. Oké, ik heb ze al unboxed. Maar dat krijg je dus nog te zien. Maar hier zie je in ieder geval... al wat voorbeelden en ze zijn echt heel erg mooi. Het is vandaag donderdag. En ik heb nog niks gefilmd. Ik had vandaag namelijk stage en dan moet ik heel vroeg zijn. En dan vergeet ik altijd in de ochtend iets te filmen. Gisteravond had ik de laatste aflevering van Temptation Island gekeken samen met Ivek en met Celia. Dat was heel gezellig. Ze hebben nog even een drankje gedaan.
En ik ben dus nu klaar met stage. En ik ga nu even met mijn moeder weer langs de IKEA. Want er waren een paar dingen die niet goed waren. En er was ook iets uitverkocht. Dus daar gaan we nu even naartoe. Voor de rest, ja, ik ga de rest van deze week nog wel leuke dingen doen. Ik ga morgen wat leuke dingen doen. Overmorgen ook. Alleen met stage kan ik gewoon helaas niet zoveel filmen. Het ziet eruit. Mijn huid is echt heel onrustig. Ik had een paar weken geleden dat ik er echt heel goed uitzag. En nu echt niet. Maar ik weet niet zo goed waar het aan ligt. Maar ja, het is niet anders. In ieder geval, ik ga nu weg. Ik ga even wat deo opdoen en dan gaan we weg. Vandaag vrijdag de 29e. Ik heb vanochtend alweer een rondje geskileerd. Super trots op mezelf. En ik heb net gedoucht en me klaargemaakt. Ik heb geen foundation op, want ik ga zo meteen naar Floor uit mijn klas. En Vos komt ook. En dan gaan we dingen voor school doen. En we gaan ook in de tuin zitten. Dus ik dacht, ik doe geen foundation op. Dan kan ik nog een beetje bruin worden als dat lukt. Ja. Voor de rest. Ja, ik ga niet heel veel bijzonders doen. Ik ga dit weekend wel wat leuke dingen doen. Dus daarom ga ik dat lekker voor jullie filmen. Ik heb voor gewoon een wit shirtje aan en een rokje. Deze is volgens mij van de Bon & Bear, dat rokje. En ik ga zo meteen weg. Ik heb nu eerst over 2 minuten online les. En over muziek, want we moesten een les voorbereiden. En die wordt dus nu gecontroleerd. En dan ga ik gelijk weg. Dus dat eigenlijk... Oké, ik ben bij Floor thuis en we liggen in de zon. En zij hebben dus nu een meeting, want we zijn om het 1:30 aan de beurt. En ik moet wachten, ik ben het laatste. En zij zitten nu hier lekker aan tafel, serieus aan school te werken. We hebben net even bij de Jumbo broodjes gehaald en een heleboel andere dingen. Dus dat is ook wel heel lekker. Nogmaals, lekker! Ik snap het natuurlijk. Het is ook een Nou, het nieuwe seizoen gaat lang duren. Ik vertrouw jullie 200%. En dan 200%. Bescheten. Ik had nooit verwacht en niemand kon wachten. Nu ben ik terug. Het is inmiddels vrijdagavond en ik ben weer bij mijn vader. Lieke en Eva komen zo meteen hierheen, want we gaan gezellig eten. Dus daar heb ik super veel zin in. Ik heb me even omgekleed. En ik heb dit topje aan van de Zara. Alleen ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Ik vind misschien niet dat het echt iets doet voor mijn lichaam. Dus ik moet eventjes kijken. Maar ja, ik hou hem sowieso. Maar misschien nu even niet. Dus misschien doe ik zo nog iets anders aan. Ik moet even kijken. En ik heb er spullen gehaald om cocktails te maken. Dus dat is heel lekker. Voor de rest. Ja, geen idee eigenlijk wat we gaan doen. Gewoon even chillen, bijpraten en dat. Ik moet morgen wel. Ik ga mega vroeg werken. Dus dat is een beetje jammer. Maar ja, op zich maakt het ook niet heel veel uit. Ja. Ik ga denk ik toch even een ander shirt aan doen. Of ik vraag het zo even aan Eve. Ik moet even kijken. Ik ben met Eve en met Liek. En wij hebben lekker eten besteld. Unboxing. Huh, wat zit hierin dan? Oh, de saus natuurlijk. Ik heb gevraagd saus apart. De emmertjes. Dat stond er nog bij, emmers. En we hebben lekker een gezinszakfriet. Kipcorn. Oh nee, de friet had mij ook. Maar wat is nou 3 centiliter volgens jou, Liek? Volgens mij... Ik denk dat het wel gewoon klopt hoor. Maar de vorige vond ik best wel veel alcohol in zitten. Oh. Welk was van jou? Nee, dat is het groene, geloof ik. Lekker, vodka. What to do in quarantaine? Ik denk dat dus deze nu op is. Dus dat we hier even een nieuwe van moeten pakken. Die heb ik gekocht. Heel handig zo, maar het bekertje.
een cocktailmaker. Oh. Ja, ik ga even een nieuwe pakken. Ja, is goed. Maar het is wel chill, want er zit van die glazen. Ik ben wel een beetje verbrand, zien jullie dat? En mijn mascara is een beetje uitgelopen. Is het wel gepaste afstand? Het is vandaag zaterdag en ik kom net terug van werk. Ik zie er dus echt niet uit. Ik moest om 6 uur weer werken. En ik had gisteren natuurlijk met vriendinnen wat gedronken, dus ik ben best wel moe. Dus ik ga nu lekker in de zon op mijn balkon liggen. En vanochtend toen ik wakker werd, was er dus een Instagram. Dat zal ik even in beeld zetten. En ik kijk daar dus eigenlijk nooit op, maar het kwam dus in mijn timeline. En toen speelde ik het filmpje af, terwijl ik dat eigenlijk nooit zou doen. Toen hoorde ik opeens mijn stem. Dus ik dacht, wat is dit dan? Dus ik dacht, ja, ik slaap nog half. Dus toen speelde ik het nog een keer af, was het dus echt mijn stem. Ik heb dus mijn stem voor dat stukje van de McDonald's gebruikt. Best wel grappig. Wil jij dan iets zeggen? Ik wil 1 Happy Meal, alsjeblieft. You go, girl. Dus dat. In ieder geval, ik ga nu lekker op mijn balkon liggen. Daar in mijn bikini. En ik ga even wat eten en... Dat eigenlijk. Het is inmiddels zaterdagavond. Ik weet niet of je het een beetje ziet, maar ik heb vandaag de hele dag in de zon gelegen. Oh, mijn camera is vol. Even iets verwijderen. De hele dag in de zon gelegen. Ik heb nu geen foundation op en ik ben echt heel erg verkleurd. Maar volgens mij zie je dat nooit zo goed. Ik heb dit topje aan van Shein. Deze had ik eigenlijk nooit besteld, maar kreeg ik binnen in plaats van een ander item. Maar ik vind deze ook heel erg leuk. En daaronder heb ik een bikershort. Ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind. Dus ik weet nog niet of ik... Misschien ga ik dit nu nog even omwisselen. Denise komt hier naartoe. En geen idee wat we gaan doen. We gaan gewoon even chillen. En misschien even een ijsje halen. Of misschien nog skileren. We moeten even kijken. Nou, ik weet het niet hoor. Met zo'n bikershort wat ik daarvan vind. Die top vind ik in ieder geval heel erg leuk. Maar ik weet het niet. Ik moet nog even kijken. Dus voor deze zomerse dag. Ja, misschien moeten we die kant op lopen. Jeetje, ik krijg het niet op mijn ei. Thanks. Het ziet er wat minder erg uit. Oké, ik ben met Dan. En we zijn bij Scheveningen. Of is het op Scheveningen? In Scheveningen. Bij Scheveningen. Ik had het dus, laat maar zeggen, ik had even een ijsje halen, maar we zijn niet echt bij de ijs. Maar het maakt niet uit, we gaan gewoon even kijken. Misschien even een fotootje maken voor de thumbnail. Het is wel leuk. Jezus. Die halen dat er dan uit, weet je wel. Goor. Zo, nou, we hebben lekker op het strand gelopen. En de wind. Is deze zonder chocola? Ja. Oh, ze hebben er wel veel M&M in gedaan. Nou, dat is toch haal goed? Je altijd die deksel eraf? Ja, anders ik kan ook. Ik niet eten. Oké, okay, maar ik spoel dit gewoon door. Even kijken. Het is vandaag zondag. Ik heb net gedoucht, maar nog een beetje nat. En gisteren was ik met Denise, was super gezellig. En ik heb net mijn make-up gedaan. Alleen op de camera. Zo, hij is nu wel heel erg overbelicht. Komt het altijd een beetje wit over. Maar ja, maakt niet uit. Ik had ook een beetje oogschaduw opgedaan, maar dat vind ik eigenlijk toch niet heel erg mooi. Maar maakt niet uit, ik hoef toch alleen te werken.
Ik heb vanochtend mijn LVF's gemaakt voor stage, mijn lesvoorbereiding. En ik verveel me nu best wel. Nou, ik verveel me niet, maar het was echt super stom om te doen. Ik heb er ook nooit zin in. En ik dacht, nou, het is nu al best wel laat. Ik moet over een uur werken. Tot 7 uur. Dus ik ga nu eventjes op mijn balkon chillen. En ik had gisteren ijs gekocht. Dat ga ik ook opeten. En wat zit hier? Ik heb mijn wenkbrauwen vandaag geverfd. Veel te donker natuurlijk. Hoi, joh. Het is 7:30. Ik ben terug van werk. Het is echt mega warm in mijn kamer. Ik moet echt een shirt aan doen. En we hebben nu lekker pizza besteld. Dus daar heb ik heel veel zin in. Wel heel gezond, maar ja, maakt niet uit. En ik was dus begonnen aan de documentaire van Boef. Vond ik wel leuk om te zien. Dus die ga ik nu verder kijken. Even wachten op de pizza. En daarna ga ik lekker... wat komt er vandaag? Oh ja, vandaag komt Ex on the Beach. Dan moet ik mijn vlog nog bewerken. En morgen is het Pinksteren, dus morgen ben ik vrij.